zit je dan in quarantaine? Tja. Op de camping. Hiha. Ik sta hier op een camping in Sinderen en hier woont Steven eventjes in een staakerven. Hij zat namelijk voor zijn werk in India. Hij moest door de corona-uitbraak plotseling terug naar Nederland. En ja, ik ben wel eens even benieuwd, hoe is het dan om in één keer in Nederland te zijn terwijl je je vrienden en familie dan niet eens mag zien? Dus we gaan even hier naar binnen kijken. Hallo, hallo. Marleen, kom binnen. Op gepaste afstand. Ja, laten we dat maar doen, hè. Nou, dat is je huisje. Dat is het voor de komende periode. Mijn mobile office. Hier zal ik de komende 2-3 weken doorbrengen. 3 weken? Ja, ik neem de zelfquarantaine voorschriften van minimaal 2 weken wel in acht. Dus afhankelijk van hoe gezond ik ben, zal ik hier verblijven. Want waarom moet je een zelfquarantaine? Ik kom net terug uit India. Voor werk heb ik daar een langere periode gezeten. En in India begon het ook het corona om zich heen te grijpen. En het was eigenlijk of nu terugvliegen of rekening houden met 4 tot 6 maanden in India blijven. En hoe is het dan om nu vanuit India hier in een caravan te zitten? bijzonder. Weet je, je maakt wat mee. Je verlaat het land zonder echt afscheid te nemen van je collega's, van je vrienden, wie je daar hebt opgedaan. En je moet in Nederland toch een plek hebben. En ik heb een huis, maar dat heb ik onderverhuurd aan een zij is docent. Dus zij geeft vanuit huis les. Dus ja, we moeten maar een oplossing zien te vinden wie voor beide werkt op dit moment. Dus vandaar dat dit mijn plek is geworden. Wat mist je het meest aan het Nederlandse eten? Nou, ik zou eerlijk zeggen, de frieten met mayo, dat is wel wat ik echt miste. Aardappels worden er groen gegeten en frieten was er ook wat te krijgen. Niet zoals van die lekkere dikke oma frieten, maar gewoon echt goede mayonaise, dat miste ik wel. En voor de rest, eigenlijk niet zo heel veel. India heeft een van de beste en lekkerste keukens ter wereld. Dus, ja. Dus toen je thuis kwam, heb je als eerste frietje gegeten? Heb je hem al op? Nee, moet nog gebeuren. Hey, en wat is je favoriete plekje hier? Op de camping. Ja, of hier in de kerk. Hier zit ik heerlijk. Vooral omdat de vloer nogal koud is, doe ik de voetjes hier op die andere stoel. En vanaf hier kan ik heerlijk werken en s'avonds ook nog wat voor het nieuws kijken of wat dan ook. Dus dit is wel een beetje de favoriete positie. En, dus je hebt de bank heb je er nog niet op gezeten? Nou, ja, oké. Misschien ook. Maar ja, vanaf hier kan je net wat makkelijker nog even Facebooken of wat even zoomen met vrienden. Hè, ja. Want deze oldschool tv, die gebruik je dus niet meer. Nee. Nee, ach ja, en s'avonds heb je met vrienden een houseparty op Zoom. Dus dan is het een makkelijke positie om te zitten. Dus dit zit lekker. En de omgeving is hier zo rustig. Dus ja, ik ga ook geregeld even naar buiten. Een stukje wandelen of hardlopen. Dat is ook wel lekker om de dag te breken. Je hebt natuurlijk waarschijnlijk nog steeds heel weinig van je familie en vrienden gezien. En dan ben je terug. Ja, ik moet zeggen, dat is wel lastig. Dan ben je terug en dan, ja, liefst zou je natuurlijk met iedereen langs gaan en met iedereen op bezoek komen en je verhaal delen en hoe het met mensen gaat en dat soort dingen. En ja, dat zit er nu even niet in deze zelfquarantaine. Maar dat is wel een van de moeilijke momenten dit. Ja. Cheers, op een gezonde tijd hier in de caravan. Cheers. Prost. Nou, ik vond ook dit best wel weer een verhaal, want Steven zat natuurlijk in een drukke stad in India en zou pas over een tijdje terugkomen in Nederland.
En dan is hij onverwachts terug. En dan mag hij zijn vrienden en familie niet eens zien. Dus zo zie je maar weer dat corona op ieder zijn leven toch wel een flinke invloed heeft. Nou, ik hoop jullie weer te zien bij een volgende aflevering. Dus tot volgende week. Doei doei!